vandaag gaan we dat gemis aan hun, gaan we ze laten voelen. En vandaag en morgen gaan wij onze supporters opzoeken. Dinsdagochtend begon NEC met een actie om al hun seizoenkaarthouders en businessclubleden te verrassen. Bij het Goffertstadion werd een speciaal ontworpen kunstwerk onthuld, waarna algemeen directeur Wilco van Schaik het startschot gaf voor deze bijzondere actie. Zou jij het kunstwerk van het gemis aan onze supporters en fans, zou je het willen onthullen? Jeroen Rengers. We gaan met al onze kantoormedewerkers, vrijwilligers, academiemensen gaan we een kleine 5000 mensen vandaag en morgen persoonlijk bezoeken. Dus we gaan ze thuis bezoeken, we gaan aanbellen en we gaan ze dit kunstwerk persoonlijk overhandigen. En dat doen we met heel veel mensen. Dus we gaan het hele land in, vanaf Zeeland tot Groningen. Het zogenaamde kunstwerk van het gemis beschrijft het gevoel binnen de club in deze coronatijd. Ja, ik denk dat wij de fans, de supporters en de businessclubleden missen. En we doen veel online en we proberen in contact te komen binnen de coronaregels. Maar ja, we hebben gezien tijdens de Field Lab wedstrijd wat ook supporters missen. Ja, en dat heeft ons ook heel veel gedaan. En in de jaarwisseling zeiden we moeten iets unieks doen wat ons doet herinneren aan deze periode. En we hebben bedacht om een kunstwerk te maken met een prachtig gedicht, dat te nummeren. Dus een genummerde lito daarvan te maken. En toen zeiden we, ja, weet je, als het zo mooi is, dan moeten we dat ook huis in huis gaan brengen om onze dankbaarheid te tonen. Dus we gaan 2 dagen het land in. De actie is niet bedoeld om een oproep te doen richting de seizoenkaarthouders. Nou, dit is nog geen oproep. Kijk, ik denk ook wij ontkomen niet straks aan een oproep. Maar het eerste is om je dankbaarheid te tonen voor hun loyaliteit, voor hun steun en ook gewoon het feit dat we ze missen. Dus wij hebben gezegd, we gaan eerst zelf in actie komen en we gaan ze opzoeken. We zijn hier een paar maanden mee bezig geweest om dit te bedenken, te maken en te ontwikkelen. Ja, en toen zagen we dat kantoormedewerkers, vrijwilligers, mensen van de academie mee wilden helpen. En wij hebben gezegd, we gaan ze eerst opzoeken en we gaan ze eerst laten voelen hoe erg we ze missen. En dat doen we dan door dit mooie kunstwerk vandaag persoonlijk af te gaan leveren. Voor de stad, voor de club, voor elkaar. Wauw! Yeah.